Vanaf de roltrap speelden vier hornisten van het residentieorkest het winkelende publiek toe. Dit was het eerste optreden in een reeks concerten op de winkelvloer. Ten eerste wil het residentieorkest zichtbaarder zijn voor een breed publiek. En we hebben de handen ineengeslagen samen met de Bijenkorf om ons gezamenlijke publiek hier te verrassen met iets moois. En wij doen het ook een beetje om nieuw publiek kennis te laten maken met onze concerten in de Anton Philipszaal. Ben ik niet gewend, maar vind het wel apart. Ja. Maar ik denk wel dat je er mensen mee trekt natuurlijk. Ja. We hadden vanmorgen de radio aan op Radio 4. En ze attendeerden ons erop dat hier deze hornisten... Toen zijn we uit Ubbergen hier naartoe gereisd. Rond de voorstellingen zijn er verkooppunten waar kaartjes tegen een scherpe prijs worden verkocht. En dat zijn bezoekers dan ook van plan. Waarschijnlijk de muzikale ontmoeting met de Bolero van Ravel op 17 maart. Dan zijn we weer hier in Den Haag en dan vinden we dat wel erg leuk om dat te combineren. Voor de muzikanten is het een bijzondere ervaring. Ik heb dus echt wel hoogtevrees. Dus ik moest bovenaan, hè, want ik moet goed de eerste hoorn zien, want die moet natuurlijk aanvoeren. En dan moet je hem wel kunnen zien. Dus ik stond een beetje bovenaan. En dan kijk ik zo naar beneden en dan denk ik, oh, en dan gaat de rol er ook nog bewegen. Omdat zij natuurlijk helemaal met de ziel erin leggen en dan ging je dan wel te bewegen. Dus ik vond het wel eng. Ja, mensen ook achter ons, dat hebben we natuurlijk ook bijna nooit, zeg maar, dat er echt zoveel mensen achter je staan. En dat vind ik wel heel grappig, dat ze van bovenaf de hoorngroep zien, ja. Tot en met 23 januari zijn er nog meer optredens te zien in de Bijenkorf.